Toen gistermiddag uitlekte dat een lockdown aanstaande was, werd het in korte tijd heel erg druk in de meeste winkelstraten. Hoe anders dat nu is, of juist niet, dat weet verslaggever Koen Peters. Ja, Koen, jij woont in het centrum van Lelystad. Daar begon jouw werkdag. Was het in het winkelgebied rustiger dan op een normale dinsdagochtend? Het was in elk geval rustig en veel winkels waren dicht. Nou is dinsdagochtend sowieso de ochtenden niet de meest drukke moment in Lelystad in het centrum. Maar het is echt wel een stuk rustiger daar dan normaal gesproken. En je zag ook dat er maar een handjevol winkels open was. Kruidvat bijvoorbeeld, Opticien was open. In kledingzaken zag je wel licht branden, was personeel ook wel bezig. Maar die waren dan aan het opruimen of aan het poetsen. Daar waren de deuren natuurlijk dicht. En op straat, ja, als je op een gegeven moment op een punt gaat staan, dan kon je even wachten. En dan zag je een hele lege winkelstraat voor je. Maar af en toe liepen er natuurlijk ook wel wat mensen door de winkelstraat heen. Maar een totaal ander beeld natuurlijk. Sowieso als gisteren, toen het echt hartstikke druk werd in de winkelstraten. Maar ook een totaal ander beeld dan andere dinsdagochtenden in Lelystad. Ja, nu ben je dus naar Almere gegaan. Nou ja, we zien het ook op televisie, hè, voor de mensen die radio luisteren. Ja, er lopen 1 of 2 mensen achter jou, maar het is echt hartstikke stil, hè? Klopt, ik sta hier op de Diagonaal. Dat is bij de Rituals voor de deur. En gisteren stond daar echt een meterslange rij buiten. Je ziet nu ook op de grond nog wel wat tape waar 1,5 meter mee aangegeven is. Nou, daar stond gisteren een hele rij. Nu natuurlijk niemand, want de winkel is dicht. En als ik zo door de straat kijk, je ziet wel af en toe mensen natuurlijk langslopen. Maar ja, druk is het niet. Toch zijn er ook hier natuurlijk essentiële winkels wel open. Ook de HEMA is bijvoorbeeld open, zag ik net. En ik begrijp dat dat kan doordat ze daar natuurlijk ook levensmiddelen verkopen. Dus daar hebben ze een aangepast assortiment wat ze verkopen. En ook natuurlijk drogisterijen, noem maar op. Er zijn een aantal winkels die geopend zijn. Maar dat zorgt er niet voor dat mensen massaal naar het stadshart in Almere komen. Gisteren beleefden de winkeliers vanuit het niets een enorme aanloop natuurlijk. Wat je net ook al zegt, hè, zoals bijvoorbeeld voor die winkel achter jou, de Rituals. Hoe hebben ze dat eigenlijk ervaren, die enorme aanloop na die aankondiging van de lockdown? Nou, ik kwam hier vanochtend aan en toen kwam ik Martin Ott van de ondernemersvereniging tegen. Die stond met een collega-ondernemer stond die te praten. Ja, en er werd toch wel wat geklaagd over hoe het er allemaal aan toe gaat. En het gevoel wat daar toch wel overheerst is van, ja, wij als winkeliers worden nu gestraft eigenlijk voor het gedrag wat eigenlijk alle Nederlanders vertonen. En doordat heel Nederland zich niet goed genoeg aan de regels die tot nu toe golden heeft gehouden, ja, zitten wij als winkeliers nu met de gebakken peren. Dat was eigenlijk een beetje zijn boodschap. En hij verbaasde zich er ook over hoe druk het gisteren was. Hoe snel die toestroom ineens op gang kwam. En ik vroeg hem van, wat kwamen mensen dan nog kopen op het laatste moment? Hij zegt, ja, vooral veel staatsloten bijvoorbeeld. Oh ja. Toch, ja, niet heel essentieel, gaf hij aan. Maar dat is dan toch iets wat mensen nog willen hebben, terwijl je dat ook online kunt kopen. Maar toch zag je dat dus gisteren enorm verkocht worden, gaf hij aan. Ja. En ik sprak hem ook nog even over hoe het met de pakketjes zit, want hij heeft ook een PostNL-punt. Blijft dat dan wel open? Wat moet je doen als je pakketje daar nu ligt? Hij zegt, nou ja, we gaan die pakketjes terugsturen naar PostNL. Dan worden ze opnieuw uitgeleverd. Of als er hier nog echt iets achterblijft en we weten wie het is, dan brengen we het zelf wel even langs. Maar we gaan niet dat PostNL-punt ook nog open houden de komende 5 weken. Want dan moeten we daar het licht voor laten branden. Ja, en dat kan gewoon niet uit. Dan heb ik liever dat we gewoon de deur achter ons dicht trekken eind deze week. Of eigenlijk nu al als ze klaar zijn met opruimen. En dat we ook gewoon pas over een paar weken weer naar binnen gaan. En dat we niet voor dat postpakketpunt de boel nog open houden. Het is de vraag hoe andere winkels daarmee omgaan en of dat er dan voor zorgt of er nu in één keer een stuk minder pakketpunten zijn waar je pakketje kunt afhalen, mocht je toch niet thuis zijn. Ja, dat was inderdaad gisteren wel het nieuws, hè, dat die open zouden blijven, omdat dat ook essentieel zou zijn, hè, als je je pakketje moet kunnen ophalen. Ja, is wel wat PostNL ook zeg maar vraagt aan ondernemers, maar hij heeft daar zijn eigen afweging in gemaakt. Hij zegt van ja, het kan gewoon niet uit. PostNL biedt dan wel iets aan vergoeding, maar niet genoeg om personeel daar in de winkel te houden de hele dag. Oké, goed. Koen Peters vanuit een heel rustig Almere, mogen we wel zeggen. Dankjewel.